Welkom bij aflevering 3 van Hitje Theorieën met Tommy! Gaan jullie meenemen wat ik allemaal vandaag vond van Wie is de Mol bij aflevering 3? Laten we snel beginnen bij opdracht 1. De violen stemmen waar ze maximaal 2000 euro konden verdienen en ze wonnen 400 euro. Maar wat ik vandaag vond was dat Rosario, die heel veel van muziek wist, maar één goed antwoord wist. Kijk, dit is een beetje de dingen wat ik in de gaten heb gehouden van alle kandidaten. En Jeroen wist er best wel veel. Best wel verdacht, vind ik. Ook was verdacht dat Jeroen best wel een moeilijk antwoord wist. En dat andere kandidaten het totaal niet wist. Dus misschien is dat een anti-mol-actie van Jeroen. Ook Fons, want hij wist dit nummer. Ik heb in de podcast gehoord met sport, met honkbal en met voetbal, dat enorme evenementen zijn, vaak met veel muziek. Nu moet je heel goed opletten, want wie stemde er voor en wie stemde er tegen? Allemaal voor sport. Ja. Antwoord. Allemaal voor bruiloft. Bruiloft. Je had wel het goede antwoord. Is dit een molactie of een anti-molactie? Opdracht 2, stad en land aflopen. Op dat Rian erg weinig te zien was op beeld. Is dat omdat zij misschien de mol is en gewoon op het terrasje zat met de hokie-dokie? Toekomst was het juiste antwoord. En als je van toekomst een woord maakt met de kandidaat, dan kom je uit op Tooske. Opdracht 3, mijn persoonlijke favoriet, ermee worstelen. En bij deze opdracht was er natuurlijk ook een regel. En de regel was dat je niet twee worstelaars op één foto mocht. En wie verbrak de regel? Kees en Rosario. Ook wel een beetje worstelnaam. Hè. Nu komt het mooiste, want nu komen ze namelijk in de discussie. Stuur een pen. Per persoon? Ja. Oh, dat heb ik niet gedaan. Ja, nou, bij eentje pen, dan moet je kiezen. Allemaal superleuk natuurlijk dat Rosario denkt van deze weet ik, ik ken de regel en ik heb het helemaal door. Maar nu komt het grappige, want nu maakt hij een juiste foto en gaat de discussie met Kees verder. Er zitten er meer bij. Wees daarop. Oh, dat mag niet. Precies, ja, dat mag niet. Denk je wel koppie, maar dat mag helemaal niet. Best wel opvallend als je het mij vraagt. Jan en selfies, ga niet echt samen. Want als je kijkt naar dit, ja, dat lijkt er toch helemaal niet op, joh. Je ziet alleen de mond van Rian. Maar op haar Instagram zit ze wel vol te posten met goede selfies. Best wel opvallend, vind ik. Trouwens, als je mij nog niet volgt op Insta, doe ik dat zeker, hè? Als je me nou ook nog niet volgt op YouTube, dan moet je dat zeker doen. Want dan word je namelijk op de hoogte gehouden van al mijn Hintje Theorie video's en ook andere leuke video's. Dus zeker volgen en likken, hè? Jij vandaag, laat het maar weten. Doei!